Maar ik vond de eerste cursus zo ontzettend leuk. Dat ik dacht van nou, toen de tweede kwam, daar ga ik gewoon voor. Want ik wil er gewoon nog een keertje van genieten. Omdat mij heel goed bevallen was de vorige keer. En nou ja, het is dus totaal anders. Echt totaal anders. Maar zoveel meer verdieping op zoveel gebieden, dat ik er gewoon enorm van geniet. Ik vind het echt, het geeft me zoveel energie. Het maakt iets in me los, waardoor ja, de energie in mij gaat stromen. Dus ik was hartstikke blij dat dit kwam, want ik kom zelf een beetje. Nou, het voedt me weer. Dat is het. Het houdt de stroom op gang, dat is het eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk alleen maar aan het genieten. Toen ik de indeling zag, dacht ik, oh, kan ik dat wel? En het knappe van de opbouw vind ik dat je iedere keer een stapje verder gaat. Je wordt niet meteen pats in het diepe gegooid, maar je hebt zoveel voorbeelden en suggesties en dingen waar je inspiratie kunt opvissen, dat je daar een eigen weg in gaat vinden. Ik heb ook wel af en toe wat Annemieke zegt van oei, kan ik dit wel? Maar ik vind de opbouw ook heel laagdrempelig. De toon, maar ook de begeleiding, hè, de instructies, die nemen me mee. En nou, ik voel me dan niet meer alsof ik het niet kan. Ik ga gewoon. Heel veel dingen zijn buiten mijn comfortzone en dan denk ik van wow, nou jongens, wat ga ik doen allemaal? En aan het einde van heb je dan toch een resultaat liggen op tafel waarvan je denkt van nou, goh, dat mogelijk was. En dat is dan gewoon echt genieten. Ik geniet ook. Ik kan soms zo trots zijn op wat ik gedaan heb. En toen Gerrie zei van die cursus doe je mee. Ik had iets van, ah, dat kan ik niet, joh. En dichten en zo, dat is allemaal mijn dingetje niet. Maar ik rommel er nog steeds goed doorheen. En ik geniet er gewoon enorm van. En zeker in deze tijd dat je toch niet zoveel mogelijkheden hebt, vind ik het heerlijk om met de cursus bezig te zijn. Nou, fijn om te horen dat jullie hoe jullie erin zitten. Ik heb het gevoel dat er lekker genoten wordt. Nou ja, daar had ik het ook allemaal voor bedoeld. Dat was mijn idee, dat ik jullie graag een beetje zo wakker wilde schudden en nieuwe dingen wilde laten ontdekken. Nou, dat gebeurt volop zo te horen. Krijg jij al zin om op ontdekkingsreis te gaan en je creatieve grenzen te verleggen? We hebben nu nieuw een snoepreisje waarbij je jouw favoriete module uit de ontdekkingsreis kunt kiezen. Wil je meer weten? Kijk op onze site academievoorabstractefotografie.nl. Ja, doe mee!